Grip 2.0 voor Elmar. Chippen 01, 10. Chippen 10. Moet ik de vlag laten staan, ja of nee? Dan zal ik in een andere video nog meer... Nee, nou lul ik gewoon veel. En op deze manier speel ik dus 5 ballen weg. Ik ga die 5 ballen opmeten. Ik heb een eindscore. Nou, dit is mooi, die hoef ik niet heel veel op te meten. Textbook. Natuurlijk is de doelstelling om zo min mogelijk totaal afstand over te houden. Maar de target, die ben ik vergeten. Een leuke test om te testen. Dat is een tautologie. Doelstelling van de slag is het slaan van een korte, hoge balvlucht. Kut, nou ga ik hier staan zwaaien. Ja, zeg dat dan aan het begin. Ja, ik wou even kijken hoe je het deed. Die vind ik ook al lekker hoor. Oké. Doe ik wel, ik ben sneller. Ik dacht, ik zal een balletje sparen. Zal ik er eentje wegnaaien? De beweging start met een draai. Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Adres. Nou, ik weet het. Mijn naam is Rob Mouwen, golfprofessional van het jaar 2014 en gespecialiseerd puttingcoach. Van 7 naar 5. 7, 5. Van 7 naar 5. Godverdomme. Putten 1, take 56. Van 7 naar 5. Putten 1, take 57. Misschien kan ik beter in plaats van die tekst te oefenen, even een paar keer oefenen om die bal erin te slaan. Godverdorie. Fuck. Bolsta. Hier, daar gaat hij weer. Dus een beweging van 7 naar 5 volstaat. En speel deze bal. Slag 1. Nu ga ik door. Die mag je natuurlijk nooit missen. Deze was heel goed. Maar vergelijk het eens met onderhands gooien van een bal. Op het moment dat je om... Nee, dat ga ik niet zeggen. Kut. Klaar. Oh, deze was goed.